comes from far away. It's like a noise in my head. Oh, this world hides, this world. En ik heb een pakketje gevonden in de brievenbus. Dus die gaan we eerst even openen. Kijk. Nou, nee. Deze was dus eerst bijna 8 euro en nu dus 4 euro. Dus dan is het netjes. En wat is dat? Lekker. Nou, laat het dan zien. Dit is lekker. Laat het eens bij mij zien. Een hele goede middag, lieve vrienden. Welkom bij een gloednieuwe vlog van Corina en de Beestenboel. Het is vandaag alweer reeds zaterdag, de 21ste van de eerste 2023. En we leven alweer, schrik niet, om 15:30. Maar ik was laat wakker. Ik ging ook laat naar bed. Maar ook... Was ik eigenlijk laat, maar daar hebben we het even niet over. Nee. Kandalf die had wat omgegooid in de douche. Ik wist niet wat ik denk. Het komt wel wanneer ik eruit moet. Was het dat smalle kastje waar ik al mijn attributen op heb staan voor mijn haar en andere make-up spullen nog die ik bijna niet gebruik, maar toch ook weer wel en dat toch bij de hand moet blijven. En er zitten van die rieten mandjes in met allemaal spullen erin. Nou ja, dat nog helemaal over de wereld. Ik heb er een foto van gemaakt. Die foto zal ik in deze vlog maken ook. En dan kunnen jullie dat zien. Dus dat moest ik allemaal opruimen. Maar dan sta je ook voorover om dat allemaal van die grond af te rapen. Nou, ik had al wat hoofdpijn. Dus ja, dan krijg ik nog meer. Dus ik moet even rustig aan doen. Ik heb even nog weer een medicijn ingenomen. Ik denk voordat het wel heftiger gaat worden. Nou, gelukkig niet. Nou, toen heb ik mijn gewassen aangekleed. En toen heb ik de ene was uit de droger gehaald. Dat was mijn kerstkleedjes allemaal. Nou, dat moet gestreken worden. Dus dat heb ik even in zo'n hele grote zak gedaan van de vuilnisbak. Waar het ook inging dat het gewassen moest worden. Nou... Dat was niet echt smerig, er was niks op gemorst of wat dan ook. Dus ja, daar is het in gegaan en dat moet gestreken worden. Toen heb ik de was uit de wasmachine allemaal oplopen te hangen. Dus dat is niet in de droger, dat scheelt weer stroom. Ja, dat hangt allemaal op het droogrekje en aan de douchegordijn een paar dingetjes. Tenminste, een douchegordijn heb ik niet, maar ik heb wel de douche zo'n stang hangen. Ik wil eens een keer ooit... Een prachtige, mooie douchegordijn die niet als jij onder de douche staat tegen je aanstroomt. Nee, dat die gewoon blijft hangen. Nou, en ik heb iedere keer die gordijnen die tegen mij aanstromen. Nee, dat wil ik niet hebben. Maar in ieder geval, dat is allemaal gebeurd al. En ik moet de meisjes nog even uitlaten. Ja, ze zijn in de tuin geweest. Maar ze moeten even lopen. En daarna zou Karin even... appen of bellen van, nou ja, ik moet even honden voor zien te krijgen. En met die booster red ik dat niet op. Nee, dus dat gaat het niet worden. Maar oké, lieve vrienden, geniet gewoon van jullie dag. De zon die schijnt hier, dus die blauwe lucht en al, dus dat willen we nog meer. Ik ga er gauw van genieten, ondanks dat het koud is. Hey Google, hoeveel graden is het buiten? Is het op dit moment 3 graden. 3 graden dus ja. Ik heb nou dat lange koordje niet meer. Ik heb nou een kleiner koordje. Ja, echt waar. Ja, heel klein nu. Een polsbandje dus. Ja, blijft toe. De lange leg daar. Wie weet dat hij er ooit nog eens een keer wel eraan komt op een of andere manier. Ik weet het niet. Maar ik heb liever een kleintje dan die grote. Want dat is, ja, knudden met een rietje, zeg maar. Dus komt allemaal goed, lieve vrienden. Geniet van jullie dag verder. Eindmiddag en namiddag. En we horen elkaar straks wel weer. Ik zou zeggen, tot later.
even zo. Moet je kijken. Dit is toch zo mooi, magnifiek, jongens. Oh, wauw. Dit is zo gaaf. Kan ik jullie even niet ontnemen? Nee. Oeh, ik zie er van alles, Mars. Ook zeekoppen. Sorry, meneer. Ik ga even verpesten. Dat ik dat leuk vind. Zo, dit is gaaf, hè? Moet je eens kijken. En wat ze dan wel altijd wel weer zeggen, Den Helder staat in een brand. Ja. Echt wel. Gaaf hoor. Heel gaaf dit. Daarom zeg ik al, dit wou ik jullie even niet opnemen. Lekker even. Eventjes de rust van de zee. En de zee is ook heel rustig, kijk maar. Er staat niet zo golf. Zo, lieve vrienden, ja, daar zijn we weer. Jazeker te weten. Nou ja, ik heb dus de meisjes dus al lang alweer uitgelaten. Dat is alweer een hele tijd terug dat ik dat vertelde. Ik ben met Karin even boodschappen wezen doen. En we zijn even naar de dijk geweest, maar dat hebben jullie ook allemaal gezien, de dijk. Ja, dus maar even honden eten gehaald. En dat ligt nou op mijn rollator. En daar legt Karin de jas eroverheen. Maar dat ga ik zo meteen eerst eens even opruimen in de kast waar het behoort. Waarom staat hij nou scheef? Oh, zo. Dus ja, dat dus. En ik heb een pakketje gevonden in de brievenbus. Dus die gaan we eerst even openen. Dan mag ik eventjes uw pesten, man. Kijk. Nou, nee. Deze was dus eerst bijna 8 euro en nu dus 4 euro. Dus dan is dat netjes. En wat is dat? Lekker. Nou, laat het dan zien. Dit is lekker. Laat het eens bij mij zien. Ja. Dat was dus eerst... Even kijken, waar staat de prijsdag? Ja, en nou, dat is voor 4 euro. En nou laat ik mama weer. Doei! Maar ja, ik voel bijna niks. Want het is natuurlijk met dat bubbeltjes plastic. En ik ga hem even aan de verkeerde kant openmaken. Zo, dan gaan we eventjes koekeloeren. Ze zijn klein en fijn, maar ze zijn leuk. Ze zijn leuk. Ja, en die kennen er dan weer uit. En dan kennen deze er weer in. En dat is een slootje. Welke is dat? En dat hoort bij die. Ja.
Dit zijn hartjes, oorbellen. Ik hoop dat jullie het zo zien kunnen. En er zit prikkeldraad aan. Hartjes met prikkeldraad. Ik vind ze leuk. Niet overdreven groot. Wacht even. Oh, die zit ligt daar. Denk, waar is dat andere slootje dan? Daarom. Nou, kijk eens aan. Hoe leuk. Nou, weer is het anders. Wel hartjes, maar toch op een andere manier. Karin. Vertel. Nou, ik heb nieuwe oorbellen. Vertel het eens. Ik heb nieuwe oorbellen. Hartjes met prikkeldraad eraan. Dat is goed. Leuk toch? Kijk aan. Wat leuk. Weer wat anders. AliExpress zeker. Nee, Wish. Wish. Ja, maak me nog reclame ook. En ik word er niet voor gesponsord. Maar het is nou eenmaal zo. Wishpress. Dus ja. Helemaal leuk, ik ben er weer blij mee. Dus ja, ik heb ze zelf besteld, dus ja, daar ben je er ook blij mee, hè. Dus ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet van jullie namiddag nog, want dat is het nog steeds, want het is 17:24. Dus ik zeg, smakelijk eten, bon appétit en een fijne avond gewenst en tot later. Ja, lieve vrienden, daar zijn we weer even. Ik ben druk bezig met een vlog in elkaar aan het zetten voor jullie. En Rijka die zit hier een beetje naast mij een beetje te trillen en gek te doen en een beetje zielig te doen. Want ik heb een visite gekregen van onze lieftallige Mary.